Bij ons, gelukkig, nog steeds in de studio, Helmut Lotti. Terug welkom. Binnenkort begint je aan een nieuw avontuur. Ja. Vertel ons er alles over. Wel, ik heb een plaat klaar. Ik heb van de lockdown gebruik gemaakt om aan deze plaat nog harder te werken dan aan mijn vorige plaat. Ik heb er meer tijd in kunnen steken. We hebben alles nu gemixt en gemasterd. Ze zal uitkomen in september, de plaat. Okay. En ik ga er dan mee op tour met de Golden Symphonic Orchestra. Vanaf eind november. Dan hebben we een concertje in Eupen, een soort opwarmer. Okay. En dan daarna gaan we weer door Vlaanderen, Wallonië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk toeren. En of Scandinavië er nog bij komt, dat zijn we nog aan het bekijken. Ah, dat ligt nog in de mogelijkheden. Ja. Oké, okay, fijn. Ja, je zegt het zelf al, hè. We zien hier uw affiche en de hele tourlijst. Ja, indrukwekkend, hè? Ja, het is leuk. Dit valt nog mee. Het is, we herbeginnen redelijk voorzichtig. Ja. Omdat we dan toch weer 2 jaar weg geweest zijn. Ja. Dus altijd opletten. Hè. Ja. Nooit de dingen vanzelfsprekend vinden. Nee, dat is waar, dat is waar. En is het de gekende formule die wij kennen, het gekende concept van uw concerten? Ja, ik ga dus in deel 1 van mijn concert dus het nieuwe repertoire zingen, waar ik verder helaas nog niks van mag zeggen. Oké, je maakt ons benieuwd. Alleen dat ik heel veel werk heb met de teksten van buiten te leren. En in deel 2 zal ik dus terug een soort van best of doen. Dus al het meest gekende en leukste. En alle hitmateriaal. Ja, voilà. Ja. En het optreden voor een niet-Belgisch publiek, is dat een andere ervaring? Voelt dat anders aan? Ja, als ik bijvoorbeeld in Angelsaksische landen optreed, dan merk ik dat die mensen mijn eigen teksten van de nummers die ik zelf geschreven heb beter begrijpen. Ja. Dat ze ook lachen met de grapjes die daarin zitten. Want ik schrijf soms wel grappige teksten. Er zijn zo kleine verschillen. Je probeert dan in Duitsland een extra liedje in het Duits te doen of zo. Ja. Maar meestal vind ik dat de verschillen eigenlijk zo goed als niet heel zijn. Op het einde van het concert zijn de mensen toch meestal enthousiast. En jij hebt al meegezongen, dus voelde jij een verschil? Nee, maar ik heb u wel aan het werk gezien in België. Ben ik naar de laatste concerten komen kijken. En zo het sappige Gentse accent dat naar boven komt. En, toch de voeling met uw eigen volk is toch iets bijzonders. Wat het niet minder maakt in een buitenlands land. Hè. Dat zeker niet. Hè. Maar dat heb ik wel gemerkt. Maar ik heb enkel met u in het buitenland opgetreden. Dus, Ik ben wel blij dat ik nu in België mag beginnen. Ja. En dat ik niet naar België moet komen na een volledige tour in Duitsland. Zodat ik niet na liedje 2 plots Duits begint te spreken tegen de Vlamingen. Wat ik dus een paar keer voor gehad heb in het verleden. Ja, je hebt het een keer gedaan. We waren in Scandinavië en je deed het in het Engels, uw binteksten. En plots inderdaad waren we weg in Duits. En je keek zo naar ons van, tja, wat ben ik hier aan het doen? Ja, ik weet het nog altijd. Ja, dat wordt een automatisme. Ja, het is dat. Dat zijn dan die verschilletjes. Ja. Zeg, we zien, je zegt november 21 tot diep in april 22. Komt je dan naar huis tussendoor of zet jij heel die tijd weg? Nee. Ja, je ziet dat. Hè. Dat zijn meestal blokjes van maximum 5-6 concerten na elkaar. Ja. En dan is dat weer naar huis komen. Hè. Ja. De muzikanten hebben het daar veel moeilijker mee dan ik. Want die moeten dan heel lang met z'n allen op een bus zitten. Ja, ik ken het. En ik heb de chauffeur, de Nomer. En wij vertrekken meestal 's nachts in vliegende vaart en dan ergens half weg ofwel gaan slapen ofwel zijn we dan al thuis tegen 4 uur. Ja, dat is dat. Je hebt nu een carrière van 32 jaar. Zijn er nu nog dingen dat je zegt, dat staat echt nog op mijn verlanglijstje? Ik denk bijvoorbeeld aan iets theatraals, misschien een theatervoorstelling of een rol in een musical. Ik heb altijd gedacht aan een musical. Ja? Ja. Ja. En het bepaalde titels die je nu opkomen? Nee. Een eigen musical. Ah, een eigen musical? Ja. Helmut Lotti de musical. Als ik luister naar mijn repertoire van de platen The Crooners bijvoorbeeld, de nummers die ik zelf geschreven heb, dan denk ik echt wel dat ik een musical zou kunnen schrijven. Okay. Ik weet alleen niet of ik daar zin in heb. En ik denk dat ik dan misschien ook wel wat hulp kan gebruiken. Mm-hmm. Maar ik zou dat wel eens leuk vinden, denk cool, ik. Cool, ja. Mocht me altijd bellen.
En ik zou er zelf ook wel in willen meespelen, want als een danske zo niet te moeilijk is voor het geheugen, dan zou ik dat ook nog wel kunnen. Want okay. Ik kan wel wat bewegen op een podium. Dat is zeker. En ik beweeg ook echt veel op een podium en ik doe dat ook graag. Maar als je echt moet beginnen tellen en zo, dan wordt het lastig, denk ja, ik. Ja, als het te technisch wordt, ja. Dan... Oké, Helmut, super merci voor de fijne babbel. Nee, blij dat ik u nog eens gezien heb. Ja, inderdaad. Alle info over de tourneeplanning van Helmut kan je vinden op www.helmutlotti.com.